De bekende kunstenaar Anand Dwarka die heeft er in het kader van Maha Shivratri gemeend om er een live painting te doen van Shiva himself. En ik zei het al, dat heeft allemaal plaats gehad. De Wakapassi, waar de kunstenaar zelf ook nog een cabana heeft, waar hij zijn kunstwerken aan de man brengt. We spraken met hem waarom hij dit op deze manier heeft willen doen. En u hoort kunstenaar Anand Dwarka in gesprek met TBN PRIMEALERT. De beelden zijn gemaakt door Raj Mahangu. De hele wereld weet dat Mahashivratri het is één keer jaarlijks. En hele Hindus, hele wereld vieren. En elk jaar, ik doe ook Mahashivratri, ik bedoel, ik ga naar een mandir. Hele avond, we gaan de Shiva puja doen. Het is gewoon op de Shivling gaan puja doen, hele avond. Want Shivratri betekent de avond van de Shiva. En we weten dat het is de god Shiva, het is god van vernietiger. Dus daarom. Ik leer ook van zoiets dat wij mensen moeten ook mensen niet boos maken. Want als je mensen boos maakt of pijn laten voelen, dan heb je een probleem. Maar, oké, dit is een andere ding. Maar straks ga ik hier een show painting doen of een live painting. Een Shiva dans, dat is Natraj. En ik wil ook zeggen dat het is de hele avond als Hindus gaat de Shivratri bidden. Dus. Is dit de eerste keer dat je het doet of heeft u het al eerder gedaan tijdens Mahashivratri? Ja, goede vraag. Dit is de eerste keer dat ga ik Shivratri ga ik schilderij maken. Want twee jaar geleden had ik thuis bij mij had ik een shivling, een oude. En toen mijn moeder zei Anand, je bent toch een kunstenaar. Waarom wil je niet iets met shivling erin doen met Shiva en met de cobra? Ik zei, oké, maar het is een goede idee. En toen had ik twee jaar geleden had ik gedaan thuis bij ons. Het is een oude shivling. En toen had ik de god Shiva uitgebeeld met felle kleuren en die slang. En tot de hele die poot van die, moet ik zeggen, van die hout. En boven, je weet, ze zeggen, shivling moet nooit nat of de zon krijgen. Je moet hem beschermen, laten wat is beschermen. Toen had ik met een speciale steenplaat laten een cobra maken. Dus als een soort die slang, cobra. Dus dit is de cobra en dit is de shivling. Dus een shivling moet altijd beschermd worden. En ja, dit was de eerste en dit is de tweede. Maar voor het eerst ga ik Mahashivratri ga ik een schilderij maken dat Shiva dans is de boosheid van de Shiva. En wat gaat u uiteindelijk dan met de schilderij doen? Mooie vraag. Voor een mandir, gaat u het verkopen? Dit is pinpin. Nummer 1 is dat ik wil dit uiten. En je weet het, hier ben ik elke dag in Wakapassi. Dus dit gaat voorlopig voor het publiek blijven. Ja. Dus en voor de verkoop, ik weet nog niet. Want mensen willen anderen, wauw, voor het eerst heb ik gezien dat je hebt zoiets gemaakt, de dag van Shiva. Ik heb nog nooit eerder geschilderd in 18 jaar lang. Dus de bedoeling is niet voor de verkoop, maar als mensen willen op het eind, you don't know. Dus. Ja, wat staat dus nu op dit moment hier uitgebeeld, heer Dwarka? Ja, ik ben nog niet klaar, dus hier heb ik gewoon een schets gemaakt. Want als je een schilderij gaat maken, of een live painting, je moet een schets hebben. En de rest zijn in mijn hoofd. Dus straks ga ik die vorm een beetje uiten. Maar gaat niet realistisch, gaat een beetje abstract. Nee. Die vorm is belangrijk in dit geval. Want hier zie je de achtergrond, het is donker. Dus Mahashivratri betekent, hele avond moet je de puja gaan doen. Dus daarom, het is avond. Dus, en hier ga ik beelden dat de Shiva dans, hij dans op de aarde zelf. Mm. Dus, ja, daarom, dus daar is de aarde. Ja, die witte plek, okay. Klopt. Ja. En dit is Shiva Bhagwan. Ja, Shiva Bhagwan, ja. Okay. Dus, en straks, ja, je weet, zo is de boosheid van Shiva. Dan heb je vier armen van die Shiva, dus. Ja. Dus ja, zo gaat het. Ja. En wat wilt u aan alle gelovige Hindoes zeggen in verband met Mahashivratri? Ja, ik wil zeggen dat ik ben ook een Hindoe. Dus ik wil zeggen voor de Hindoes, niet alleen Suriname, maar voor de hele wereld. Dat succes voor alles, vooral ik weet dat het is COVID. Maar het kan zijn één voor één achter die link gaan alles doen. Maar voorzichtig voor alles is COVID.
meestal praat ik met kap, want hier is alles algemeen, dus ik moet mijn kap weghalen vanaf het begin. Maar ik wist aan de Hindus dat succes, alvast Mahashivaratri en voorzichtig met COVID. Want u weet het, alle mensen weten dat COVID is een beetje actief. Maar sowieso dat ding moet gedaan worden voor de Shiva, Shiva Puja. Dus hoeft niet allerlei honderden of twintig mensen gelijk achter elkaar. Nee, elk mens moet gewoon tijd maken, oké, step by step. Ja. Dus, en ik zie wat kleuren daar. Gaat u wat speciale kleuren gebruiken? Jawel, want het is 's avonds hier, maar dat betekent niet alles is donker, zwart. Nee. En dus ga ik straks met die kleuren gaan spelen. Want je weet, Shiva Bhagwan, het is veel met blauwe. Want je weet het, die verhaal van Shiva door die vergiftiging. Want zonder dat kan die leven niet verder gaan beginnen op aarde. Yeah. Dus door die vergiftiging is Shiva blauw geworden. En zo ga ik veel met blauwe werken en een beetje met felle kleuren. En je zei ook wat muziek op de achtergrond, waarom is dat belangrijk voor u? Ja, maar je weet, als iemand danst zonder muziek kan niet dansen. En bij Shiva is de god Shiva is een van die goden. Als hij werd boos, dan ben alles wat de aarde wat beetje, alles uitbevingen, alles. Dus daarom, dat is de kracht van Shiva als achtergrond. Dus zonder muziek, ik kan niet verder gaan, want dit kan ook die rol spelen. Het is een muziek schilderen. Dus door de muziek krijg ik die wind, die kracht van Shiva en door dat ga ik eten. En ik zie dat die kapsel ook die bijna van Shiva Bhagwan is. Eigen kapsel. ja, beetje. Ik ben Hanuman Bhag, maar je weet dat Hanuman Bhagwan is 11e auto van God Shiva. Dus ik elke dinsdag ben ik vegetariërs. Dus ik doe ook de hachara, zou zeggen in Nederland, dat laten vallen. Ja, u brengt offerande. Ja. Klopt. Dus, je weet dat Shiva Bhagwan, Hanuman Bhagwan en Sri Hari zijn alles in één. Dus als ik Hanuman Bhagwan offer, komt Shiva. Of Shiva dan Hanumanji. Dus alles drie in één.